Nou, we hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met Dishman als een heel veelzijdig bedrijf. We hebben kennis gemaakt met Jeroen, met Arpit in India. En vandaag staan we hier met Mark. Hoi Mark. Hoi. Wie ben jij eigenlijk? Wat doe je hier in Dishman? Ik ben de baas van Dishman Netherlands. De baas. De directeur. Mark, ik zie hier allemaal mannen in witte pakken met maskers op. Wat is er aan de hand? We zijn asbest dakplaten aan het weghalen. Als voorbereiding op de sloop van het gebouw hier. Asbest? Ja. Ja, dat is niet zo mooi, hè? Nee, het is een probleem van het verleden en we proberen het op een nette manier afscheid van te nemen. En wat komt hiervoor in de plaats? Nou, wat we hier gaan bouwen is een nieuw tankenpark, wat bij deze fabriek waar we nu bovenop staan hoort. En dat was het oude tankenpark en zoals je kan zien is het wel een beetje verouderd. Maar dat is eigenlijk niet de belangrijkste reden. De reden waarom we het doen is omdat de grond onder dit gebouw is verontreinigd. En we willen graag die verontreiniging weghalen. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, in eerste instantie gaat het gebouw weg en dan graven we 2,5 meter grond weg. En als dat die van de grond weg is, dan leggen we een zogenaamde in situ reinigingsinstallatie eronder. En die blijft dan nog 5 jaar lang in werking om ook alle grond die daar nog onder zit, om ook schoon te maken. En hoe werkt dat dan precies? Er zitten bacteriën in de grond en die bacteriën die kunnen allerlei organische oplosmiddelen afbreken. En nou, dat doen ze. En het enige wat we moeten zorgen is dat die bacteriën het goed naar hun zin hebben. Dus die geven we wat extra's te eten. Gaat suikerwater bijvoorbeeld uit de grond doen. Oké, dus dat zijn zoete kouwen? Dat zijn eigenlijk zoete kouwen, ja. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, wordt heel mooi. Ik heb de tekening al gezien, dat is echt ja? Ja, super.